Tokio, 2 september 1945. De strijd in het Verre Oosten is ten einde. Japan geeft zich over. En aan boord van het slagschip Missouri wordt op plechtige wijze de wapenstilstand ondertekend. De wereld herademt omdat eindelijk de vrede is gekomen. Omdat eindelijk de mensheid kan gaan bouwen aan de nieuwe samenleving. De vrede is gekomen. Is dit werkelijk zo? Wat volgt er eigenlijk op Tokio? Zeker, er worden overal overwinningsproclamaties voorgelezen. Er zijn indrukwekkende parades in Singapore, in Padang, op Timor en Makassar. Met plechtig ceremonieel overhandigden Japanse opperofficieren hun zwaarden aan de overwinnaars, als teken van overgave. Het beruchte samurai-zwaard zal alleen overblijven als symbool van middeleeuwse barbarij. Maar als een kwade schimmel bleef de ellende achter in de gebieden waar Japan had geheerst. In hun poging de suprematie van het gehele Oosten tot zich te trekken, hadden de Japanners de levensmogelijkheden van de bezette gebieden tot in de grond toe aangetast. Alles was verwrongen, alles verwaarloosd. De Nederlanders waren voor een groot gedeelte opgesloten in concentratiekampen. En nu werd zichtbaar hoe groot ook hier de ellende was geweest. Maanden en maanden na de wapenstilstand bleven nog tienduizenden in de archipel tegen hun wil opgesloten in concentratiekampen na van het overgrote deel hunner bezittingen beroofd te zijn. Hun moeizaam bewerkte evacuatie bood een droevig beeld. Toen de trein eindelijk Batavia binnenreed, waren ze eindelijk weer thuis. Ziek en uitgeput van ellende bezitten ze niets meer dan de kleren die ze dragen. Soldaten van de Republiek begeleiden deze transporten. Zij moeten de evacuees beschermen tegen terreurgroepen op het Republikeinse gebied. Gemarteld Indonesië snakt naar vrede, vertrouwd op een hernieuwd en nuttig samengaan van het oosten en het westen. Doch wild laait de terreur op die van dit prachtige land een hel zal maken. De terreur die afschuwelijk parasiteert op het jonge, ook in Nederlandse kringen begrepen en aanvaarde vrijheidsideaal. Moord en plundering zijn aan de orde van de dag. In de Kali's drijven de verminkte lijken zeewaarts. Troepen uit India krijgen opdracht de orde te herstellen. Helaas, hun aantal is te gering om de woeste terreur afdoende te bestrijden. Met taaie volharding bevechten kleine eenheden de rampokkers.
Elke dag brengt nieuwe aanslagen, nieuwe moordpartijen. De uit de hongerkampen verloste Nederlanders worden gerepatrieerd. En tezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesië aan. Frisse jonge kerels, vol energie en gedragen door één ideaal. Een einde te maken aan moord en roof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar beproefde Indonesische bevolking. Een prachtige taak die echter ontzaglijk zwaar zal blijken te zijn. Zo marcheren zij het onbekende tegemoet, de jongens uit Friesland en Limburg, uit Twente en uit de grote steden van het westen van Nederland. Ook vrouwelijke hulpkorpsen uit Nederland, Australië en Amerika debarkeren in Priok om de jarenlang ontbeerde medische hulp aan Indonesië te brengen. Het Indonesische vrijheidsstreven vindt in Nederlandse kringen begrip. En in Malino komen Indonesiërs de nieuwe status van deze gewesten bespreken. Het centrum van dit overleg is dokter Van Mook, de luitenant-gouverneur-generaal. Oost-Indonesië, een nieuwe staat, is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. In een groot defilé en in machtige betogingen toont de bevolking haar vreugde over dit bereikte doel. Hier wordt de nieuwe mogelijkheid aangetoond. West Borneo is in Daerah Istimewa een bijzonder rechtsgebied geworden. Ter ondertekening van het statuut arriveren de ministers Beel en Jonkman, de landvoogd en de commissie-generaal in Pontianak. Is een nieuwe stap gezet op de weg naar staatkundige opbouw en economische rehabilitatie van het nieuwe Indonesië.
Linga Jati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van alle die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen een politiek voeren. Kadaverdiscipline en ganzenpas. Het kon Duits zijn als het niet Japans was. Deze strijdorganisaties oefenden aan de beruchte demarcatielijnen terreur uit die zich uitte in voedselblokkade en vernielingen. Zo werden de dijken van de Brantasrivier bij Mojokerto vernield en de afvoersluizen gesloten, zodat de gehele omgeving onder water werd gezet. De oogst is vernield, de kampongs ontredderd, zinloze vernietiging, ontzaglijke schade. En het is de Indonesische bevolking die hongert, omdat het water de te velden staande rijst deed verrotten. Een nieuwe ramp is gekomen over de reeds zo zwaar getroffen bevolking. Daar waar dit mogelijk is, in het door Nederlandse troepen gecontroleerde gebied, demonstreert de bevolking tegen deze terreurgroepen. De Bandung wordt de Pasundan gesticht. Het doel van deze partij is een afzonderlijke Soendanese staat in West-Java. Leider is de voormalige regent van Garut, Surya Kartalegawa. De tenuitvoerlegging van Linga Jati levert inmiddels grote moeilijkheden op. Delegaties reizen heen en weer tussen Batavia en Djokja. Minister Shahrir moest aftreden. Minister Amir Sharifuddin vervangt hem. Per extra trein arriveert de vicepremier Dr. Setyajit uit Djokja. Vijandelijkheden moeten worden gestaakt. Geen vernielingen, geen voedselblokkade, geen infiltraties in Oost-Indonesië en Borneo, geen terreur meer. Het antwoord van de heren Ghani en Setyajit, beide vicepremier, op de laatste brief van de luitenant-gouverneur-generaal, noodzaakt de Nederlandse regering tot ingrijpen. Zij is tenslotte hiertoe verplicht tegenover de wereld die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, nog tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van een Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur
en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulk een vrije staat. Daarom is het woord thans gewapend. Hierbij draag ik u op steeds te bedenken dat het volk van deze gewesten onze vijand niet is. En dat gij u zult onthouden van alle daden buiten militaire noodzaak en de bevolking aan kwetsen van de leef te bewaren. Ook draag ik u op, waar het kan, rekening te houden met de belangen van de buitenlanders en de vreemde oostenrijks, waarvan het in de Chinese bevolking zo'n belangrijke plaats inneemt. Gedurende de komende dagen zal veel van u worden verwerkt. Vermoeienissen en ontberingen, lichamelijk letsel en misschien het hoogste offer dat de mens kan brengen. Ik verwacht van u dat gij dit alles met opgericht hoofd tegemoet zult treden. Tot heil van ons vaderland, tot heil van de Indische volk, in dienst van onze geliefde koningin. Leve de koningin. Gedraag u in de dessa's en huizen van de bevolking, waar uw militaire taak u brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen. Maar gewone beleefdheid, ook tegenover de eenvoudigste Javaanse boer, treft verder doel dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Vernieuw niets onnodig. Koop niets dat men niet bereid is vrijwillig aan u te verkopen. ...21 juli. In West-Java heeft de orde geklonken en de Nederlandse troepen trekken de republiek binnen. Lange colonnes verlaten de garnizoensplaatsen. Verkenningsgroepen met brandgun carriers gaan voorop, gevolgd door infanterie die de snel veroverde strategische punten moet bezetten. Bandung is het belangrijkste uitgangspunt. Dan volgen de tanks, de krachtige ruggengraat van de gevechtsgroep. De jongens zijn vol goede moed, ze weten waar het om gaat. De dagorde van de legercommandant klinkt nog in hun oren. Ze moeten opruiming houden onder de gewapende groepen, maar de Indonesiër is hun vriend. Het gaat om recht en vrede in dit land. De bevolking beseft aanvankelijk nauwelijks wat die grote legertrein betekent. Al spoedig stuiten de voorste groepen op moeilijkheden. Het terrein is bergachtig. Wegen slingeren zich langs afgronden. Er zijn bruggen vernield. En een vernielde brug kan een langdurig oponthoud betekenen. Er zijn genietroepen die onvermoeid hun eigen bijzondere gevechten leveren tegen de verwoeste bruggen. Maar als de troepen eenmaal door de linie van vernielingen heen zijn, dan gaat het gemakkelijker. Dan geen TNI. De Republikeinse troepen laten zich verder niet zien. Ze vergeten reeds ondermijnde bruggen op te blazen. Snel bewegen de troepen zich voorwaarts. De bevolking merkt dat de TNI gevlucht is en weet dat hun dessa's verder veilig zijn tegen vernielingen. Ze keert terug uit de bergen en de bossen. Verrassend snel tempo wordt Cheribon bereikt. Een landingsoperatie van de Koninklijke Marine voorkwam dat de haven werd vernield. Het TNI-garnizoen van de stad was volkomen verrast en had gelukkig geen tijd om de stad in brand te steken.
Ook het station bleef onbeschadigd met veel rollend materieel. Hier en daar enkele bekende emblemen. Er zijn veel bedelaars in Cheribon. Kinderen, zowel als volwassenen, lijden honger. Zij komen bij de soldaten om rijst vragen. Het Rode Kruis is ook al gearriveerd en helpt waar het helpen kan. Nog eens 21 juli. In de vroege ochtenduren verschijnen Nederlandse oorlogsschepen en landingsvaartuigen voor de hoge kust van Oost-Java. Hare Majesteits torpedobootjager Piet Hein bombardeert republikeinse stellingen bij Pasir Putih. Fel ligt het mondingsvuur in de ochtendnevel. De landingsvaartuigen schuiven onverstoorbaar op de kust af, terwijl vliegtuigen bescherming verlenen. Mariniers te water. Nog voor de drijvende pontons de schepen met de wal verbinden, gaat de eerste stootgroep aan wal, wadend door het lauwwarme water. Ogenblikkelijk moeten de mijnopruimers aan het werk. De kust is bezaaid met deze gevaarlijke, onzichtbare hindernissen. De grote deuren der landingsvaartuigen zwaaien open. De pontons worden op hun plaats gebracht. Een bulldozer maakt binnen enkele minuten een afrit. Sherman tanks dreunen de wal op. Zij zullen onze soldaten een machtige bescherming verlenen. En zij zullen op de republikeinse troepen zo'n indruk maken dat het vrijwel nergens tot gevechten op grote schaal zal komen. Goddank, want daardoor zal het aantal slachtoffers aan beide zijden uiterst gering zijn. Van de landingsplaats zwaait de kolonne in westelijke richting naar Bezuki. Snelheid is de belangrijkste factor in deze operatie. Het gaat erom de dessa's, de fabrieken, de bruggen voor vernieling te behoeden. Dus zo snel mogelijk vooruit om de republikeinse strijdorganisaties geen tijd te laten. De Probolingo is men niet meer op tijd. Daar heeft de TNI de gebouwen aan de havens in brand kunnen steken. Veel kostbare voorraden gaan verloren. Onmiddellijk slaan de mariniers met hun eigen brandweermateriaal aan het blussen.
Ten zuiden van Probolingo wordt Klakach bezet. Daar wordt nog een klein aantal Europeanen levend aangetroffen. Verder gaat het, naar Lumadjang. Veel meer dan dwaasaandoende muurschilderingen hebben de Republikeinen hier niet achtergelaten. In een Sopsi-kantoor wordt deze vlag met het hamer- en sikkel-embleem gevonden. Een paar TNI-soldaten waren langzamer dan hun collega's, die allen haastig terugtrokken. In Yatirotto staat een grote suikerfabriek. Ook daar gaan de mariniers eens kijken. De wegen zijn met zware bomen versperd. Maar als je zulk materiaal hebt, dan kan een kind de was doen. Een geweldige explosie doet het ergste vrezen. Zijn we dan toch nog te laat gekomen? Rookwolken dwarrelen boven de bomen. Nog even later blijkt dat alleen het hoofdkwartier van de TNI is opgeblazen. De Nederlanders zijn echter op het fabrieksterrein voor erger dingen kunnen gebeuren. Hela, wat hebben we daar? Een patrouille ontdekt een verdacht ontstekingsapparaat. Meteen gaat de overste van Rijn op onderzoek uit. Weg, jullie daar, achteruit. Dekking nemen, die krijgsgevangenen. In een ogenblik is het gevaarlijke ding onschadelijk gemaakt. Daar gaat hij, de plomp in. Daar en daar moeten die bomen liggen. Haal ze maar even. Gevaarlijk goedje, maar nu onschadelijk. De fabriek en 18 loodsen vol suiker zijn op het nippertje gered. Een waarde van miljoenen. En wat de mariniers betreft, kan de suiker nu wel van de bon. Zo snel gaat nu de opmars verder dat vele bruggen onbeschadigd in onze handen vallen, ook al waren ze reeds ondermijnd. Een tankdozer zoekt naar werk. Tangul's bevolking is verrast, maar volstrekt niet van streek. Inheemse hoofden komen hun diensten aanbieden. De soldaten mengen zich rustig onder de bevolking. Dan is er nog juist tijd om door te steken naar Seboro. Ook daar komt men weer in een grote suikerfabriek. Zo is men de uiterste oosthoek van Java in korte tijd rond geweest. Een succesvolle actie. Zwaar heeft vooral de Chinese bevolking onder de terreurdaden te lijden. Voor de landmachten en de mariniers de Lawang kunnen starten voor de bezetting van Malang, moeten eerst honderden van alles beroofde Chinezen worden geëvacueerd. De opmars naar Malang is uiterst moeilijk. Er zijn vele sluipschutters en ontelbare landmijnen langs en op de wegen. Door het vellen van bomen en het opblazen van bruggen dekt de TNI zijn terugtocht. Tankvallen moeten worden gedicht, bomen van de weg getrokken. Hier was geen tijd om alle bruggen te vernieuwen en nijdig gromt een Amtrak door een droge kali.
aan het stalen fort dat onze jongens gelukkig behoorlijk beveiligt en waarvoor de TNI graag terugtrekt. De opmars vordert langzaam. In de vroegte gebruiken de soldaten hun ontbijt in het zicht van Malang. Daarna maar weer vooruit. Sluipschutters gesignaleerd. Infanterie rent naar voren om zich dan in het zijterrein te verspreiden. Dan is zo'n camouflagepak goud waard. Wie beweerde dat een Sherman tank niet kon springen? Vlakbij Malang volgt een groep de spoorlijn naar de stad en vindt reeds bij het viaduct de tanks die de Brandtasbrug beschermen. De brug is intact, maar zware rookwolken bevestigen onze vrees. Er is veel in de prachtige stad vernield. Bewoners komen naar onze soldaten toe. En wat de krijgsgevangenen betreft, ze hebben de rommelige versperringen gemaakt, ze mogen die ook weer opruimen. De Chinese bevolking komt tevoorschijn nu de terreurbenden verdreven zijn. Nieuwe branden tonen activiteit van guerrilla's. En onmiddellijk wordt een sweep door de stad gemaakt om verdere verwoestingen te voorkomen. Franse onderdanen en Indo-Europeanen komen uit hun huizen tevoorschijn en begroeten de soldaten als hun bevrijders. Maar de eerste vraag is steeds, jullie blijven toch hier? De TNI heeft in Malang verschroeide aardetactiek toegepast. Maar waarom werd ook het gemeentehuis opgeblazen? Eén kolonne trekt verder naar Batu. Hier heeft de TNI zijn kans gegrepen. Verschroeide aarde. Rookwolken duiden de plaatsen aan waar de dessa's en fabrieken lagen. Trieste verwoestingen te midden van de prachtige zwijgende natuur. Onze soldaten hebben haast.
maar de versperringen zijn nu niet meer te tellen. Kijk uit voor die leeuw. Hij is wel van steen, maar toch gevaarlijk. Er ligt een landmijn onder. China, waar heel de wereld naar snakt. Hier staat een fabriek in lichte laaien. Hier branden tienduizenden kilo's van dit kostbare product. Elders branden weer dessa's, rijstpellerijen, weer een China-onderneming. De bevolking trekt weg uit de verwoeste streek. Dit is nu eens geen terugtocht, maar een vlucht. Uit de brandende dorpen naar een toekomst zo troosteloos dat de mensen nauwelijks op of omzien. Voor hen kwamen we toch nog te laat. De laatste dag van de politionele actie wordt op het eiland Madura geland. In de prille ochtend van de 4e augustus steken landingsvaartuigen van Surabaya het Oostervaarwater over en landen op de zuidkust van het eiland. Op het marine hoofdkwartier van Surabaya kan men de landingen aan de overzijde van het brede vaarwater gemakkelijk volgen. Oud en nieuw ontmoeten elkaar hier onder de tropenzon. Een landingsvaartuig kruist de koers van een Makassaarse zeilboot. Madurese soldaten gaan hun eigen land van honger bevrijden. Landingsboten brengen steeds meer troepen aan wal. Zonder aarzeling nemen de zware trucks deze lastige hindernis. Het zijn knapen, deze chauffeurs. Rustig en volgens berekening wordt een gehele vechtsgroep aan land gezet. Kolonel Van Waning, leider van de landingsoperatie, komt persoonlijk kijken hoe de zaken staan. Ook generaal-majoor der mariniers De Bruyne is een der eersten die aan wal stapt. Madura overtreft alles wat we tot dusverre op het gebied van landmijnen hebben meegemaakt. Ook hier doen de soldaten het rustig aan, elk onnodig risico vermijdend. Granaten uit Madura's grote munitiefabriek worden hier als mijnen gebruikt. Van velen loopt een trekdraad ver het land in. Dan is het zaak om te onderzoeken wat er aan het andere einde van die draad zit. Verder dan maar weer, door hitte en stof. Als de eerste wagens voorbij zijn, komt de bevolking tevoorschijn. Eerst zijn de mensen stom verbaasd, dan begrijpen ze en groeten hartelijk terug. Op de oostkust van Madura bereikt de kolonne het plaatsje Bankalan. Het stadje is volkomen verlaten.
Hier en daar is brand wanneer we de prachtige Alun-Alun oprijden. En nauwelijks zijn onze troepen te Bangkalan, of uit alle omliggende kampongs komt de bevolking weer terug. Een eindeloze stoet van terugkerende vluchtelingen, die meenamen wat ze maar dragen konden. Ze hebben geluk gehad. Voor de TNI de hele stad in brand kon steken, moesten ze terugtrekken. Zo bleef Bangkalan ook voor een groot deel gespaard. Voor al deze mensen gaat het leven weer gewoon verder. Maar voor de Nederlandse soldaat is er geen rust. Ook al is hier in Oost-Java de politionele actie nu ten einde, meer dan ooit moet hij op zijn qui-vive zijn, nu het zijn taak is geworden de bevolking van de nieuw bezette gebieden ook verder tegen terreur te beschermen. De snelle opmars van onze kolonnes in West-Java verhoedt ook dat honderden opgesloten Chinezen worden vermoord. Zij worden uit de gevangenis bevrijd. Er zijn misdadigers die onder het republikeinse bewind vrij rond mochten lopen en voor wie de komst van de troepen weinig goeds betekent. Er zijn moordenaars die de dood van tientallen Chinezen op hun geweten hebben en door de bevolking worden aangewezen. Een moeilijke opdracht is de bezetting van Purwo Kartho. In alle vroegte maken de soldaten toilet. Overste Beaumont en zijn staf houden een laatste bespreking en dan veel succes! Het terrein is hier ontzaggelijk zwaar. Vernielingen veroorzaken vertraging waarvan de TNI profiteert. Want bij aankomst in Purwo Kartho. Dit was de winkelwijk. Puinhopen. Meer niet. De bezetting van Cilacap opent eindelijk weer de belangrijkste haven aan de zuidkust van Java. Maar hard zal hier gewerkt moeten worden om vernielde en gezonken schepen te verwijderen. Krabang, centrum van West-Java's rijstschuur, werd bereikt. En dit trieste beeld vindt men herhaald in alle plaatsen op Java waar de TNI niet snel genoeg werd uitgejaagd. Noodlottige gevolgen had ook het evacueren van de plaatselijke bevolking, zonder dat ook maar iets voor deze mensen werd gedaan. Kampongs werden vernield en tuinen verwilderden. Het fruit hing te rotten aan de bomen. Rubberbomen werden geringd en stierven. Maar waar onze troepen zijn gekomen, daar keert de bevolking terug. Herstelt de woningen en hervat de arbeid op de sawa's en in de tuinen.
Dit is het enige en grote doel van deze politionele actie. Het scheppen van een mogelijkheid om de beloften welke de overeenkomst van Lingajati inhoudt te verwezenlijken. Alleen dan zal er weer aanvoer van levensmiddelen en textiel op de passer zijn. Alleen dan zullen de grote steden weer gonzen van nijverheid en zal er weer nuttige arbeid zijn voor tienduizenden mensen. Dan is er geen sprake meer van kunstmatig gekweekte rassenhaat, maar vinden Oost en West elkaar in één gemeenschappelijk ideaal, recht en vrede in het prachtige Indonesië.